iedereen, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we een paardenspel spelen wat nieuw is op mijn YouTube kanaal. Want vandaag gaan we namelijk het spel Whisper spelen. En je kunt hier nou al een spoiler zien van de game en het ziet er zo cool uit. En vandaag ga ik het spel dus voor het allereerst spelen op mijn kanaal. Het is echt een nieuwe paardengame. Moeten we eventjes teruggaan naar het begin, want dit is niet waar het spel eigenlijk begint. Ja, dit is namelijk het hoofdmenu van het spel. Maar de oplettende kijker zal Whisper kennen uit een van mijn eerdere video's. Want toen heb ik namelijk het paard uit de paardengame nagemaakt als een slijgpaard. Oh, wacht, ik ga hem pakken. Waarom heb ik hem eigenlijk niet gepakt? Tadaa! Ja, en die heb ik dus eerder gemaakt voor een video. Dat was de challenge die de paardengame naar mij had opgestuurd van maak ons paard na als een slijgpaardje. En dat heb ik dus geprobeerd. Maar jullie wilden dus allemaal massaal dat ik de game ga spelen. En ja, hier zit ik dan nu. Het spel heet dus Whisper, start van een hechte vriendschap. En je kan het krijgen op de PlayStation en voor de Nintendo Switch. En het is nog wel leuk, want als je hem voor de Switch of voor de PlayStation koopt, dan krijg je er nog wat cadeautjes bij. Maar dat zal ik zo vertellen, want laten we eerst maar met de intro van het spel gaan beginnen. Oké. Spel starten? Ja. Oh, weet je zeker dat je een nieuw spel wil beginnen? Ja, ik had eventjes de game getest voor de video of het allemaal wel werkte, maar het werkt dus heel erg goed. En heb je dan ook zin in deze video? Doe dan nog gauw een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen! Oké, er wordt nou dus een verhaal verteld door een oude man en het gaat over Mika en die heeft een speciale band met Stormwind, het paard. En het is trouwens nog wel leuk, want er is dus ook een film van deze game. Nou ja, volgens mij was de film er eerst en toen kwam de paardengame. Dus laat even in de reacties weten of jij de film Stormwind al een keer hebt gezien. En hey, we zijn verder gekomen. We zijn in het dorp Kaltenbach. Oh, en hier heb ik een missie. En hier heb ik mijn paard. Oh, dat wil ik eigenlijk gelijk even zien. Dit is Stormwind. Oh, hij heeft overal nog level 1 zo te zien. Blijkbaar kan je dat upgraden naar level 5 en wordt die vet snel. Oh, ik snap het. En die punten die je dan spaart, die kan je uitgeven aan of je Whisper sneller wil hebben of meer uithoudingsvermogen. Maar ik heb nu 0 punten, dus helaas kan ik niks kopen. Maar dat is wel goed om te weten. Oké, Stormwind stuurt als je je gewicht verplaatst naar met een kleine vertraging. En dit had ik net stiekem dus al gedaan toen ik het paardenspel even wilde testen. Want nu moet ik de oranje punten volgen en dan leer ik een beetje hoe ik mijn paard kan besturen. Dat is wel handig om te weten. Oh, ik kan nog harder. Ik zat helemaal niet op te letten. Ik was gewoon aan het draven, maar blijkbaar kan je dus nog veel harder. En vlieg nog bijna uit de bochten ook. Stormwind houdt van sprinten, maar hij wordt er ook moe van. Geef hem af en toe wat rust. Oké, dit is zijn batterij. Stormwind heeft gewoon letterlijk een batterij. Wat modern. Oké, maar we kunnen dus sprinten, maar ze houden er niet zo lang vol. Oké, dan weet je, we gaan dus uittesten hoe lang die dat dan volhoudt. Oké, kom op. Je kan het paard. Doe het. Oh, hij is geen energie meer. Nou, ja, maakt niet uit, want ik heb hem toch al gehaald. Oké, dus hij houdt het niet heel lang vol. Maar ik denk dus, hoe verder je in de game komt, dan kan je dus punten verzamelen. En daarmee kan je zijn uithoudingsvermogen, deze groene bal, kan je dan uiteindelijk sneller maken. Waardoor hij minder snel moe wordt. Oh, ik zit trouwens heel snel op die tekstjes te klikken. Maar volgens mij moeten we nu springen. Want ik zie dat die spatiebalk, dat die gekleurd is. Ja, oké, go. 1 en 2 en... Oh, nog 1 en... Oh, heeft geen energie meer. Oeh, elke keer als het paard geen energie meer heeft, oh, dan ben ik net op tijd klaar. Maar jullie zien hier trouwens dus spatiebalk staan. Dus ik speel het nu via mijn computer. Maar dat heeft het Mindscape, dus het bedrijf van de game, heeft dat voor mij geregeld. Omdat het best wel moeilijk is om met een Nintendo Switch een video op te nemen. Maar als jullie dus interesse hebben in het spel, dan staan de linkjes dus in de beschrijving van de PlayStation en van de Nintendo Switch. Want daar is de game dus voor. En het leuke is, als je deze versies dan zeg maar koopt, dan krijg je er nog een postkaart bij, een stickervel en een doeboek. Kijk, dus dit was heel erg leuk toen ik de versie voor de Switch kreeg, want toen zat er een stickervelletje bij en hier dus een kaartje. Tadaa! En dan heb ik hier ook nog de PlayStation versie en als je die opent, dan zit er, ja, uiteraard de game in, gelukkig maar. En er zit daar dus ook die kaart in en tadaa! Ook dus zo'n stickervel. Maar ik heb nog een verrassing voor iedereen die deze video kijkt en niet een PlayStation of een Switch heeft, want het doeboek, dat kan je nu ook tijdelijk gratis downloaden en de link daarvan, die staat in de beschrijving. Maar goed, laten we nu verder gaan met de game zelf, want we willen natuurlijk ook testen of die wel goed is. Oh! Yes, hier waren ze net. Oh, ha, we mogen nu in de vrije wereld. Gebruik de kaart en rijd terug naar de paddock. Oké, dus de paddock staat aangegeven met een K. Niet met een P, maar met een K. Oké. Er zit wel hele spannende muziek onder steeds. Oh, dat ging even verkeerd. Maar ik moet zo te zien daarheen. Maar eigenlijk wil ik wel eventjes de omgeving verkennen. Want ik vind het er wel heel tof. Hey, ik vind het er tof uitzien. En ik zie andere paarden. Ik zie daar gewoon allemaal soort vogels op de straat. Oh. Huh? Heb ik het verkeerd gedaan of zo? Mika komt terug naar de paddock. Oh, dat mag niet. Die meneer is gelijk boos ook. Sorry. Oh, hier woon ik denk ik. In die soort woonwagen. Oké. Oh. Huh?
Ik heb de kaart geopend. Oh, ik wist niet eens dat het kon. Terug naar het landgoed. Blijf rijden. Hé, kijk hoe groot. Er is vet veel ruimte. Ruïne, woud, ontgonnen land, het meer. Kan mijn paard zwemmen? Dat wil ik eigenlijk wel testen. Maar ruïne, wat is daar? Oh, vliegveld. Kan ik vliegen met mijn paard? Oké, je weet hoe je kaart moet lezen. Nu kan ik je terug naar het landgoed laten rijden zonder me zorgen te maken. Nou, meneer. Ik weet niet of je je geen zorgen hoeft te maken. Ik denk dat ik hier best nog eens kan verdwalen, want ik ken het hier helemaal nog niet. Ga terug naar het landgoed. Het verschijnt op de kaart zodra je in de buurt komt. Hé, maar wacht eens even. Ik had net een soort shortcut ontdekt. Want volgens mij als ik gewoon hierop klik, ga ik ook terug naar het landgoed. Maar dat is wel een beetje vals spelen eigenlijk. Maar ik denk dat ik gewoon dit dan moet volgen om er het snelste te komen. Oh, ja. Het is een soort Google Maps. De route is allemaal uitgestippeld. En hier is een... Oh, en vossen. Wat? Er gebeurt wat? Hij springt uit zichzelf. Oh, help. Zoveel chaos. Ik had te laat door dat dat een hindernis was. En dit paard, het crasht gewoon ook letterlijk als je niet op tijd springt. Oh, maar dat is leuk. Oké, dan moet ik wel goed opletten voor als er zo weer een hindernis komt. Want blijkbaar gaat het dus echt fout. Oké, hier, hindernis. Ja, een goede sprong. Oké, ja, dat vond ik ook. Dankjewel. Ook nou kan ik wel even een stukje sprinten, hoor. Ja, go, 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 go. Ah, stormwind heeft geen energie meer. Oh jee, maar kan die wel springen? Oké, kom op, je kan het. Wow. Oh. Nee, hij is zelfs te lui om te springen. No, oh nee. Ik moet af en toe nog even wennen hoe het werkt. Want blijkbaar druk ik af en toe een knop in en dan schiet hij ineens naar voren als een raket. Oh, maar ik ben er wel, dus wat ik heb gedaan is wel goed. Oh, het is hier wel heel mooi. Het ziet er allemaal heel echt uit. Oh, goed gedaan, Mika. Je bent nog net zo goed als altijd. Wauw, ik heb XP en een boze smiley met 1%. Zou dat komen omdat ik mijn paard een paar keer tegen die boom heb geknald? Dat hij nou boos is? Oké, tot nu toe vind ik het leuk. Jullie twee zien er moe uit. Mag ik voor stormwind zorgen? Nee, ik doe het liever zelf. Zo. Oké, pittige dame. Hoe zorg je voor stormwind? Ik ga hem borstelen. Daar houdt hij van. Begin je met de harde of zachte borstel? Harde borstel? Ja, met de harde borstel. Ik begin met de harde borstel en gebruik de zachte borstel voor zijn gevoelige plekjes. Oh, maar dat vind ik wel leuk. Want dit klopt dus ook met de realiteit. Als je je paard in het echt gaat borstelen, moet het ook eerst met de harde borstel en dan met de zachte borstel. Dus nu leer je gelijk ook wat over het echte paard. Dat vind ik wel leuk. Oh, we kunnen naar de paddock. Op de paddock kun je voor stormwind zorgen. De gezondheid van Stormwind wordt aangegeven met een meter naast zijn portret. Oh ja, die hadden we al ontdekt. Oké, we gaan hem borstelen en ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet. Hoe je paard moet borstelen in paardengames vind ik altijd heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat hier zo hebben gedaan. Houd de borstel boven Stormwind en beweeg hem op en neer om hem schoon te maken. Oké. Oh, ja hoor. Ja, recht into your face. Sorry paard. Ik ging iets te enthousiast. Ik sloeg hem gewoon met die borstel. Je zag ook dat hij daar niet blij van werd. Want ik kwam gelijk zo'n boze smiley. Ik denk dat Whisper mij nog niet zo heel erg aardig vindt. Want ik krijg alleen maar boze smileys. Kijk Whisper, dit gaat hartstikke goed. Wij zijn besties hè. Eventjes met de camera draaien. Oh, ja. Kijk hier, je hebt nog een beetje vieze neus. Bah. Kijk die vogeltjes daar ook. Ik vind het zo grappig. Oh, wauw. Whisper, wat ben je toch? Oh, hij glimt als nieuw. Nee, dat is niet waar. Mevrouw, kijk, hij is nog... Hij is niet schoon. Wacht. Oh, sorry, Whisper. Ik ben steeds iets te enthousiast, maar hij is nog niet schoon. Ik kreeg de melding dat hij al schoon was, maar ik vind hem nog niet schoon. Dus ik wil het wel eventjes... Even goed maken. Ja, is hij nou schoon? Zien we nog plekjes? Hier nog een beetje. Oh ja, er zat nog wat zand. En volgens mij hier nog. Nou, ik vind het perfect. Ik ben benieuwd wat we nu moeten doen, want dit vond ik al heel erg leuk. Houd de schraper boven de hoef en veeg over de hoef om hem schoon te maken. Blijf uit de buurt van de V-vormige straal. Windstorm is daar super gevoelig. Nou heet die Windstorm. Net heette die toch Stormwind? Of heb ik dat even verkeerd? Er zit best wel wat viezigheid ook onder zijn hoef. Dus gelukkig wordt hij schoon. Dit is fantastisch. Oh, sorry. Ik vind het wel leuk dat de paardengame best wel streng is. Zeg maar, als je de fout op gaat, dan laten ze gelijk weten waarom dat niet goed is. Dus je leert ook echt wel wat over paarden in het echt. Dat vind ik wel heel leuk. Het is niet zo dat je gewoon lalala lekker eroverheen kan rachen. Dus je moet wel echt goed opletten waar je de hoeven uitkrapt en het paard borstelt. Yeah. Hoeven zijn weer topconditie. Woe. Ja, kijk, hier heet die Stormwind. Net zei dat meisje Windstorm. Het is een paard met meerdere namen. Laten we het daarop houden. Je kunt over de paddock lopen en rondkijken. Oh, ik kan mijn paard overal... Oh, hij gaat bakken. Oh, nu lukt het. Yes, het is me gelukt. Dus nu kan ik hem gewoon overal naartoe sturen. Als ik daar dat appeltje neerzet, dan gaat hij daarheen. Oké, doei. Hij gaat weg. Wat als ik hem buiten het landschap stuur? Kan ik dat dan... Of in de boom? In de boom, wacht, ik doe hem in de boom. Hier. Ga maar naar de boom. Komt hij aan, hoor.
Go in the tree. Yes. Oh, nee, het werkt niet. Wacht, ik zet hem onder deze kast. Kijk of hij dat gaat doen. Blokkeert hij nou? Volgens mij blokkeert hij. Oh, sorry, Windstorm. No. Hij zit vast achter de boom. Oh, hij gaat bokken. En nog een keer. Heb ik hem vastgezet achter de boom? Dat was ook weer niet de bedoeling. Oh, ik kan zelf ook bewegen. Oh, dan kan ik even kijken wat voor ellende ik heb aangebracht hier. Hoi, zit jij vast? Ik hoop het please niet. Oh, nee joh. Hij zit hier gewoon lekker te eten. Doe eens trucje. Woe! Hij kan bokken. Maar volgens mij zit hij echt vast. Ik krijg hem niet hieruit. Want als ik die appeltjes plaats, dan moet hij daar naartoe komen. Maar hij komt niet. Hij bokt alleen maar. Oh, en hij steigert. Oké, sorry Stormwind, maar ik heb je vastgezet. We gaan maar weer terug. Oh, ik heb wat meer dingen vrijgespeeld. Ik kan een ritje maken, dan kan ik de omgeving van Kaltenbach verkennen. Of ik kan nog een missie gaan doen. Zullen we dat gaan doen? Dat is denk ik wel leuk, want volgens mij is dit spel ook gewoon echt met een complete verhaallijn erachter. Oké, ik moet 16 markeringen volgen. Dus dan moet ik heel hard rennen. Oh, op deze manier verkennen we eigenlijk ook het terrein. Dat is wel leuk. En kan ik nou hierheen? Oh no, ik wou die paarden. Oh ja, oh, oh. Ik weet niet of dit helemaal de bedoeling is, maar het ziet er wel cool uit. Ik wil even kijken bij deze paarden hier, maar deze zien er ook mooi uit. Hallo allemaal. Oh, ze rennen voor me weg. Oh, oh, ze vinden mij niet lief. Dat vind ik niet leuk. Ik dacht ik kan eindelijk vrienden maken, maar ze rennen gewoon van me weg. Nou, dan ga ik ook maar weg. Doei. Wow, waar gaan we helemaal heen, joh? We gaan helemaal off-road. Wow, oh, oh, wow. Ja, de camerabesturing is nog even wennen, want af en toe draait het beeld best wel snel. Maar dat ligt misschien ook wel gewoon aan mij. Oh, wow, is dit een meer? Oh, kan mijn paard zwemmen? Dat wil ik eigenlijk wel even uitproberen. Oh, dit is tof. Zijn we nou echt bij het meer? Ja, oké, we zijn hier. Oh, wat leuk. Oké, kom op, paard. Je kan het zwemmen. Oh, nee, huh? Kan dat niet? Kan ik niet zwemmen? Oh. Oh, no, kijk dit. Oh nee, Whisper. Sorry, je kan niet zwemmen. Wacht, ik haal hier weg. Oh, 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 oh. Oh, waarom probeer ik ook altijd het uiterste in een paardengame uit te vinden? Dat het altijd gaat vastlopen. Ja, oké, ik ben eruit. Of we moeten het water nog vrij spelen. Dat kan natuurlijk ook dat we missies met water krijgen. Oh, hier kunnen we wel. Oh, kijk hoe cool. Hier, ik kan dus wel in het water. Dus het kan wel. Maar ik denk dat het water daar gewoon veel te diep is. Maar kijk, als hij loopt, dan komen er ook echt van die voetstappen in het water. Dat die echt door het water heen baggert. Oh, hallo. Ik vind wel hoe de game eruit ziet met al deze natuur. Vind ik er zo cool uitzien. Moet je kijken. Het lijkt wel gewoon alsof het een foto is van een echt bos. Gewoon in Nederland of Noorwegen of weet ik het allemaal waar. Hier, kijk even dat bos in. Hoe echt dat eruit ziet. Wow, kijk wat voor enorme hindernis dit is. Wat als ik... Wacht, ik wil bovenop die hooibalen komen. eventjes een aanloopje nemen hoor. Oké, okay, go, 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 go. Huh? Oh, no, het kan niet. Oh. Ja, ik moet wel uitkijken dat Whisper trouwens niet weer boos op mij wordt. Want het paard was, denk ik, toen straks echt wel boos op mij. Oh, zijn we nou weer bij het begin? Hebben we nou een rondje gereden? Want ik herken die trekker daar. Oh, ja, 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 ik herken het. We hebben een rondje gereden. Oh, nee, hij heeft weer 5% boze smileys. No, hoe kan dat? Of is dat misschien dat ik een ritje heb gereden en dat ik hem dan weer moet verzorgen? Nou, elke keer als ik terugkom, dan is hij boos. Maar ik heb wel 75 XP-punten. Alleen, dit snap ik daar niet helemaal. Maar ik heb een beetje het gevoel dat het komt... Ja, kijk, hier. Hier is nou wat afgegaan, zie je, aan die balk. Dus dat hij gewoon wat bozer is. Dat ik hem weer eventjes moet verzorgen in de paddock. En dan wordt hij weer happy de peppy. Oké, we kunnen nu of nog een missie doen... of we kunnen eventjes de omgeving gaan verkennen. Want ik ben ook wel benieuwd hoe de omgeving eruit ziet. Want ik wil eigenlijk heel graag naar die ruïne toe. Dus ik denk dat ik nou de omgeving maar ga doen. En als je dan een tweede video wil van Whisper de paardengame... laat het... Oh, het is helemaal donker! Wow, wat ziet het er eng uit. Oh, ik heb er zin in. Maar wil jij nou een tweede aflevering van deze paardengame? Laat het even weten in de reacties. Want ik vind het wel echt heel erg leuk en een hele leuke game. Maar ik ben super benieuwd wat jij vindt. Dus wil jij nou een tweede deel van deze video? Laat dan een eend-emoji achter. Ja, een eend. Doe dat in de comments als je een tweede deel wil van deze video. Goed, en we zijn nou dus op avontuur. Maar het is hier nou helemaal donker. En ik zie hier een beeldje. Ik weet eigenlijk niet wat dat is. Wat moeten we hiermee? Eén van de 120 beeldjes verzameld. Oha! Dus je kan in de game ook nog beeldjes verzamelen. Ik kon er 120 verzamelen. En daar gaat ineens weer een random vliegtuig. Maar ik wil eigenlijk eventjes heel graag hier naartoe. Ruïne. Ruïne bedoel ik. Ik zei het verkeerd. Want het klinkt daar heel interessant. Dus we gaan er even naartoe. Ik heb geen idee hoe ik daar moet komen. Ik ga maar gewoon proberen. En ik hoop niet dat ik verdwaal. Het is wel donker. Dus dat maakt het trouwens wel een beetje eng. Wat is de adviesleeftijd? Ik hoop geen 16 plus of zo. Oh, de adviesleeftijd is 3 plus. Dus het zal niet zo'n enge paardengame zijn. Gelukkig maar. Ja, je weet het maar nooit, hè? Oh, wat zijn dit? Oké, cool. Hooibalen, maar dan ingepakt met plastic. Hé, en is dit hier nou weer zo'n soort paardenbeeldje? Nee, het is een plant. Wat moet ik nou weer met een plant? Een brandkruid verzameld.
Oh, wow, oké, dan wist ik niet dat je dat kon verzamelen. Waar op de kaart ben ik? Oh, ik ga best wel goed. Hoe kan het nou trouwens donker zijn? Of komt dat omdat ik aan het einde van de dag ben in het spel? Net zoals bij de Sims, dat het dan op een gegeven moment gewoon avond is en dat je poppetje moet slapen. Hier weer iets. Het is echt heel mysterieus. Wat is dit dan? Eén gevlekte scheerling verzameld. Oké, klinkt cool. Geen idee wat het is, maar het klinkt cool. Ja, en het kan natuurlijk zijn dat jij deze game zelf ook hebt of dat je de game al een keertje hebt gespeeld. Laat het even weten in de reacties en of je tips hebt of tricks of wat er allemaal kan gebeuren. Nou, laat het gewoon even weten in de reacties, want ik ben heel erg benieuwd wie van jullie het allemaal al spelen. Ik heb echt al best wel veel planten en beeldjes onderweg verzameld, maar ik weet niet zo goed wat je met al die planten allemaal kan. Of zou dat een beetje hetzelfde zijn als in Star Stable, dat je met die planten uiteindelijk dingetjes kan maken, misschien nieuwe kleding met je paard of nieuw tuig? Want ik heb trouwens ook niet eens tuig. Ja, ik heb een soort touwhalster. En ik heb geen cap. Ja, hoe kan dat trouwens? Mijn poppetje heeft niet eens een cap. Wat is dit? Oké, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Ja, ja, ja. Is het hier? Is dit de ruïne? Is dit het? Gewoon vier stenen? Oh, met koeien. Oh, de steencirkel. Oh, huh? Oh, wauw. Wat apart. Dat lijkt een beetje op Star Stable eigenlijk. Dat heeft Star Stable toch ook zijn soort steencirkel? Maar dit is niet de ruïne. Nee, ik moet nog ietsjes verder zijn. Ik moet daarheen. Ik ben er. Dit is de ruïne, het gebied. Maar ik zie geen kasteel. Ik had eigenlijk verwacht dat er een kasteel zou staan, maar dat is er niet. Of dit is gewoon de naam van het gebied, ruïne. En dat kan natuurlijk ook, want ik zie eigenlijk nergens een kasteel. En ik dacht, er staat ergens een vet groot verlaten kasteel of zo. Maar die zie ik hier niet. Misschien dat we dat nog moeten vrijspelen in een missie. Dat kan natuurlijk ook. En ik denk dat het juist leuk is om de rest van de game te bewaren voor een volgende video. Maar dat moeten jullie natuurlijk wel willen. Dus wil jij een tweede deel van Whisper, de start van een hechte vriendschap? Nou, laat het dan even weten in de reacties hier beneden. En de linkjes waar je de PlayStation versie en de Nintendo Switch versie kan kopen, die staan dus in de beschrijving. Nou, ik heb zelf dus de versie voor de Nintendo Switch. Maar bij allebei de games krijg je dus dat stickervel en die postkaart en het digitale doeboek. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vindt. En abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal. Want ik maak nog veel meer video's over paarden en paardenspellen en gewoon alles over paarden. Dus abonneer gewoon op mijn kanaal. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video maar weer. Doei doei!